Mensen die het leven liefhebben, die altijd vriendelijk en behulpzaam zijn, worden door velen op handen gedragen. Aan het eind van haar leven kon ze voldaan terugkijken. Ze heeft haar levenskrachten goed besteed. Haar leven is voor velen een zegen geweest. Toen ze voelde dat ze ging sterven, legde ze zich in rust neer. Heel natuurlijk laat ze het aardse lichaam los en gaat ze over naar het leven van de geest. Haar gevoel is niet langer gericht op het instand houden van het aardse lichaam. De gevoelskrachten worden uit het aardse lichaam teruggetrokken en bouwen het geestelijke lichaam op. Door dit terugtrekken vermindert de werking van het levenskoord dat de verbinding vormt tussen beide lichamen. Haar sterven op aarde is het geboren worden in de geest. Net zoals bij de aardse geboorte de navelstreng haar functie verliest en verbroken wordt, wordt bij de geestelijke geboorte het levenskoord verbroken. Hoe lang het duurt voordat het levenskoord breekt, wordt bepaald door de snelheid waarmee het gevoel teruggetrokken kan worden uit het aardse leven. Dit heeft grote gevolgen bij crematie. Haar levenskoord kon heel snel breken, omdat ze tijdens haar aardse leven al volledig geestelijk voelde en dacht. Haar gevoel was op het einde van haar leven reeds teruggetrokken uit het aardse bestaan. Het eerste wat ze geestelijk ziet is haar overleden man die haar komt halen. Hij brengt zijn vrouw naar de geestelijke sfeer waar ze nu beiden thuis horen. Hun sfeer en hun kleding is volkomen in overeenstemming met hun innerlijk gevoelsleven. De geestelijke omgeving weerspiegelt het licht en de liefde die ze van binnen voelen. In het hiernamaals kunnen deze geliefden zich verbinden met al het leven dat tot hun eigen sfeer behoort. Ze zien hun overleden kind terug en kunnen samen in geluk verder leven. Ze richten zich nu volledig op hun geestelijke ontwikkeling. Al het leven lacht hen toe, omdat ze al dat leven hebben liefgekregen. Ze leren de geestelijke sferen van licht kennen, die bewoond worden door mensen met wie ze zich verbonden voelen in eenzelfde liefde. Wanneer ze daar klaar voor zijn, zullen ze ook de duistere sferen bezoeken, waar de mens leeft die nog geen licht in zichzelf draagt, die nog geen liefde voelt voor het andere leven. Deze mens is nog niet bezig met geestelijke liefde.